deel 2 of een gedicht wat ik vanmiddag heb geschreven. Een onvergrendeld slot op een klein boekje verbergt meer lege dan beschreven pagina's. Evenals waarom het boekje überhaupt bestaat. Opengeslagen op een willekeurige pagina valt te lezen: moeder, vader, adoptiekind, naar Brazilië vertrokken met KLM om 9:15, datum 31-1-87, gevolgd door twee voornamen waarvan enkel de eerste correct is gespeld. Een volgende, pagina na pagina, geen woord meer. Alsof het zo bedoeld zou zijn. Ruimte voor eigen interpretatie, maar wiens? Doorbladerend, flarden van dromen, herinneringen, anekdotes die vragen oproepen, maar van dode auteurs geen woord meer. Nooit. Een grijze multo, nee, ringmap, bevat eveneens documentatie, op de rug ervan de correcte schrijfwijze van voornamen. Aan de binnenkant papierwerk in twee talen met hier en daar een datumstempel. Twee fotoalbums doen verslag van verzorging, ontmoeting tussen twee werelden, een naam die een gezicht krijgt, voor de herinneringen, voor later, voor de verhalen, maar met zoveel lege bladzijden in een verhaal, waar vul je wat in en voor wie? Ik heb een uur en 10 minuten om heel veel plezier.